Goedemiddag, zusters. Goedemiddag, dokter Visser. Wie hebben we hier? Meneer Derks, dokter. Een ongelukje op vakantie, dokter. Tijdens het duiken, dokter. Duiken? Oh, daar ben ik toch zo dol op. Lekker kopje onder in de Caribische Zee. Beetje visjes kijken, koraal plukken. Koraal plukken? Maar dat mag niet, dokter. Niet? Nee, dokter. Koraal is ontzettend beschermd. Of wist u dat, zuster Carla? Nee, dokter. Ik heb nog nooit gedoken. Heeft u nog nooit gedoken? Nee, dokter. Dat is veel te duur voor mij. Zuster Carla, ik ga u leren duiken. Echt waar? Ja, natuurlijk. Zoiets moois moet je delen, toch? Oh, wat lief. Nou, en ik dan? U mag ook mee. Kom, we gaan. Nee, de patiënt dan, dokter? Ja, die kan al duiken. Die hoeft niet mee. Maar dokter, neemt u ons dan echt mee naar de Cariben? Dat zou nog eens leuk zijn, hè? Ja, inderdaad. Maar we gaan naar het zwembad. Daar is les 1. Oh, bammer. Zuster Carla, u mag een gegeven paard nooit in de bek kijken. Nee, dat is waar. Maar ik vind het wel een mal idee, dokter. Dat wij met u naar het zwembad gaan voor een duikles. Niet bang zijn, zusters. En ik heb vandaag wel iets geleerd. Oh, wat dan, dokter? Ja, een goede zuster is als koraal. Daar mag je alleen maar naar kijken. Maar aankomen niet. Je mag er alleen maar naar kijken. Maar aankomen niet. Nee, niet aankomen. Je mag er alleen